De crisisopvanglocaties voor Oekraïense vluchtelingen zitten nauwelijks vol. In onze regio is er crisisopvang in Zetten, Beuningen en Nijmegen. Zoals in de Nijmeegse Jan Massinkhal en de Beuningse sporthal Tinnegieter. Op die locaties samen is plaats voor ruim 1000 mensen, maar zitten er momenteel minder dan 150. De opvang is bedoeld voor ongeveer een week. Het is de bedoeling dat vluchtelingen daarna naar een permanentere verblijfplaats gaan. En die noemen we noodopvang. Die zit juist wel bijna vol. De veiligheidsregio's zijn daarom hard op zoek naar nieuwe opvanglocaties waar mensen langer kunnen blijven.